Like en abonneer, anders lig ik vannacht onder je bed. Oké, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. En ja, ik zeg je heel eerlijk, ik heb dus net een bericht gehad van de Game Master. Laten we die even gaan kijken. Zo, Delano, kijk wat ik voor je heb. Ik heb hier een brief voor je en die ga ik voor je neerleggen. Dat betekent maar één ding, dat je deze brief moet openen en moet oplezen. Kijk, Delano, hier ligt de brief. Je ziet hem morgenochtend wel vanzelf verschijnen. Oké, guys, het meen niet. De Game Master is gewoon letterlijk weer terug. Ik weet niet voor de mensen die hem nog kennen, maar de Game Master is echt een nostalgisch iemand op mijn kanaal. Ik weet het. 4 jaar geleden. En nu is hij gewoon weer terug. Oh my god, maar hij heeft iets voor de deur gelegd. Laat even kijken wat hij voor de deur heeft gelegd. Laat de deur even open doen. Oh my god, hij heeft er iets voor gelegd, hè? Oké, 3, 2, 1 en... No way, guys. Hij heeft gewoon letterlijk een brief voor de deur gelegd. Oké, duidelijk. Dat betekent maar één ding, dat we waarschijnlijk deze brief mogen oplezen. Ik ga er even een foto van maken. Ik breng wel even een beeld. Want ja, dan kan ik iets makkelijker oplezen als irritanter te lezen. Maar dit is gewoon letterlijk de brief. Weet je, laat even deze brief gaan openen en kijken wat er überhaupt in staat. Want nu wordt het wel echt heel erg spannend. Zoals jullie weten heb ik hier de brief liggen, mensen. Maar like even allemaal deze video en abonneer zeker dikke naar mijn belletje aan. Anders is er een grote kans dat de Game Master straks ook achter jou aanzet. Je hebt het net hier gezien aan de deur. Hij stond bij mij aan de deur. En ja, je wilt het echt niet meemaken dat hij bij jullie straks ook aan de deur staat. Dus weet je, laat even deze brief gaan openmaken. Ik ben dus heel erg benieuwd wat erin zit. Alright, laten we even goed gaan openen. Ja, ik probeer dat zorgvuldig te doen, maar ja, je weet wel hoe dat gaat uiteindelijk. Het scheurt uiteindelijk toch wel, omdat het ook het plak. Maar goed, laten we even de brief eruit halen. Oké, mensen, dus dit is letterlijk de brief. Laten we even gaan oplezen. Beste Delano, dat had je niet verwacht, hè? Dat ik terug ben gekomen. Maar ik heb een cadeautje voor je. Je moet er wel wat voor doen. Stap 1. Reageer op de berichten van je zusje. Ze wilt wat vertellen aan je. Oké, dus mijn zusje wil wat vertellen aan me. Oké, laten we even de berichten gaan oplezen. Eens even kijken. Ah ja. Ik zie het. Hey Delano, ik moet je even spreken. Oké, dat is heel duidelijk. Dus mijn zusje wil me eigenlijk gaan spreken. Dus ik zei zo tegen mijn zusje. Hey Melissa, what up? Ik moest je beantwoorden van de Game Master. En toen zei de Game Master tegen mij. Of ik bedoel mijn zus. Klopt, even. Als er aangebeld wordt, niet open doen. En niet kijken. Oké, dat is heel duidelijk. Maar hoezo mag ik dan weer niet kijken? Heeft zij dan wel gekeken of zo? En wat zou er eventueel gebeurd met haar moeten zijn? Waardoor dit gebeurt? Oké, ik vind het wel een beetje eng worden. Ik vind de situatie uit de hand lopen nu. Maar goed, weet je, ik heb er ook op gereageerd. Oh, maar hoezo niet dan? Want ja, hoezo zou ik dan niet mogen kijken voor de deur? Staat er een monster voor mijn deur of zo? Of wat staat eigenlijk voor mijn deur. Want ik vind het wel heel erg raar. Maar in ieder geval, ik heb een reactie gehad van haar en ze zei tegen mij, omdat ik het zeg. Kijk, daar kan ik niet zoveel mee. Oké, leuk van omdat ik het zeg, maar wees even specifiek, waarom moet ik het niet doen en wat is er eigenlijk aan de hand? Want ik vind het wel een beetje raar dit. Maar goed, ja, ze heeft wel een argument uiteindelijk gegeven hoor. Dus ja, dat is misschien maar goed ook, anders weet ik ook niet waarom. Maar is er iets waardoor je mij de sterk afraadt of zo? Want ja, ik bedoel, dit is niet zomaar of zo dat ik de deur niet mag open doen. Normaal als er aangebeld wordt, ja, ik kijk sowieso even door het cameraatje, zeg maar, of er iemand voor de deur staat. Of wie het niet. Ja, sommigen doe ik niet open, sommigen wel. En zeker in de avond doe ik nooit open. En toen zei mijn zusje tegen mij, ja, het is namelijk niet veilig. Oké, dus het is niet veilig waardoor ik het niet mag open doen. Maar wat is niet veilig? Wees even wat specifieker. Heeft zij iets meegemaakt of zo? Kijk, ik snap het daar dat dingen vervelend zijn, niet altijd even kunnen lopen zoals je wilt. Maar wees er wel even specifiek en duidelijk. Ik zei zo tegen haar, oké, duidelijk. Maar wat ben jij dan? Want ja, misschien dat er wel iets met haar is of zo. Want ik dacht misschien even een strikt vraag stellen. En toen zei ze, verstopt, hij is in mijn huis. Zie je wel? Had dat even gelijk tegen mij gezegd? Of durfde dat niet of zo? Nou, in ieder geval, de Game Master zit gewoon letterlijk in haar huis. Dat is echt fout taboe. Ik zei zo tegen haar, wacht, wat? Vandaar ik niet moet open doen. Hoe kwam hij binnen? Want dat vind ik nogal verdacht. Ik vergat de achterdeur ook wel de schuifpui op slot te zetten. Oh nee, dit meen je niet. Dus dat betekent maar één ding. Dat zij vergeten is om haar achterdeur op slot te doen, waardoor dit eventueel kan gebeuren. Foutenboel, hier moeten we even op ingrijpen. En toen zei ze tegen mij. Oké, ja, het feit dat ze dit zegt, dat is echt wel zorgwekkend. Dat is niet zomaar. Dan zou er waarschijnlijk wel iets met haar gebeurd zijn. Ik maak me echt zorgen om haar. Weet je? Wacht, wat? Oké, het is duidelijk. Er wordt aangebeld in één keer door de Game Master. Nee. Oké, ik weet even echt niet wat ik moet doen, mensen. Maar weet je, hij is binnen waarschijnlijk. Wacht, laat even gaan kijken. Ik heb een bericht gehad van hem. Ja, Deli, dat had je niet verwacht, hè? In ieder geval, ik heb een nieuw briefje voor je. Deze mag je ook in oplezen. En als je alles voltooit, krijg je namelijk een prijs. Maar dat betekent niet dat die gelijk volledig van jou is. Ik hoop dat het duidelijk is. In ieder geval, ik stop hem hier ergens weg en jij mag hem zelf gaan zoeken. En of je het gaat vinden of niet, dat is aan jou. No way, guys. Hij stond gewoon letterlijk aan de deur. Nou ja, in ieder geval, weet je, laten we even gaan kijken. Ik denk dat het een goed idee is. Oh my god, ik moet scherp blijven. Maar laten we beneden gaan checken, want ik weet oprecht niet wat er neergelegd zou moeten zijn. Maar, oh, ik vind het echt spannend. Ik zweer het je. Oké, dus iets beneden lichten. Maar wat heeft hij beneden neergelegd dan? Daar is maar één manier om achter te komen. Laten we even naar binnen gaan. Oké. Hij heeft hier ergens in de woonkamer verstopt, maar ik vind het echt spannend worden. Ik weet echt niet wat ik moet denken, maar ik ben bang dat ik straks echt gehackt ga worden. Ik weet niet wat dom is wat ik aan het doen ben, maar laten we gewoon checken. Alright guys, ik denk dat hier ergens in ligt. Weet je, laten we even gaan kijken. En ja hoor, het ligt letterlijk hier in de ladekast. En er staat op Deli. Wat fijn dat je dit gevonden hebt. Vind mijn broer in GTA 5. Dat wil ik ook dan best wel gaan doen, maar waar is zijn broer? En wat heeft zijn broer überhaupt mee te maken? En in ieder geval, laten we even GTA 5 spelen. Oké, dames en heren, we zijn dus hier terechtgekomen en ik moest dus GTA opstarten. Ja, in ieder geval, het is een andere map zoals jullie kunnen zien. Het is de Liberty City map. Ik heb
heb even geen facecam erbij, want ja, dit is gewoon letterlijk mijn facecam. Hoi. Maar goed, daar gaat het even niet om. Laat even beneden gaan kijken, want wat moet ik hier eigenlijk gaan vinden? Ik moet zijn broer of zo opzoeken. Tenminste, dat is wel wat ik had begrepen, maar laten we eens even gaan kijken. En wacht even, ik zie daar drie mensen staan, maar wie is dat dan? Beetje rare situatie, maar die drie mensen, ja, ik heb geen idee wat ze hier aan het doen zijn. Hallo? Oh my god, we zijn dus niet zo heel blij dat ik aan het richten ben, maar ja, ik ben gewoon een zaklapad schijnen. Ik snap het, meneer, maar oké, hij is hierin gegaan. Oké, laten we even gaan kijken, want oh my god, het is gewoon helemaal kapot hier zo. Oké, maakt niet uit, verder, laten we hier even gaan kijken. Ik denk dat we hier even naar boven moeten gaan. Een zaklamp is niet echt nodig, het is voetballicht hier. Maar hè? Wat heeft dit te betekenen? Ik vind het wel een beetje heel erg raar dit, maar zijn broer. Maar wie is de broer van de Game Master? Nu zie ik hem weer. Hey, staan blijven jij. Oh my god, waar gaat hij naartoe? Ik durf het niet te zeggen, mensen, maar hij is gewoon letterlijk naar boven aan het lopen. Oké, helder. Laten we een beetje vaart gaan zetten en even naar boven gaan, want dit is echt foute boom, man. Oh my god. Oké, hij lekt een beetje. Oh, en die trap is kapot hier zo. Hè, maar hoe gaat hij dan verder? Ik zie het al. Via daar zeker, hè, naar boven toe. Oké, goed. Laten we hier even goed gaan kijken hier zo. En daar is de trap verder. Oh, dat is echt een heel oud gebouw volgens mij. Helemaal ingestort. Ik heb geen idee hoe het kan, maar het is gewoon just abandoned. Oké, het is just abandoned building. Oké, dus we zijn nu hier. En ik heb het idee dat we gewoon al bijna zijn. Oké, hallo? Is er iemand? Hallo? Oh my god, alles is afgebrokkeld. Is dat hem? Wacht, is dat zijn broer? Dit is de broer van de Game Master. Oh my god, het is gewoon letterlijk Ghostface. En nee, mijn spel sluit in één keer af. Oh, ik heb gewoon letterlijk een time-out. Je had niet bij mij in de buurt moeten komen. Kom maar eens naar beneden toe. Het is mij wel duidelijk waarom ik naar GTA 5 moest komen. Dat betekent dat ik naar beneden moet gaan, zo denk ik. Want hij heeft weer iets geflikt of zo, maar. Hè? Wacht, zit hij dan gewoon letterlijk beneden tegen mij te spelen? Maar hoe kan dat dan? Hij is toch gewoon hier in huis? Of, nee, wacht, ik word letterlijk gebeld door de Game Master. Laten we de Game Master opnemen. Hallo, je spreekt met Delano. Oh, die deur klemt, heel irritant. Sorry, Game Master. Hallo, Delano. Je spreekt met mij. Ik heb je net gesproken inderdaad op 5M. Maar je moet het volgende doen. Ga naar beneden toe en er staat namelijk iets op je te wachten. Oké, ja, ik ga naar beneden toe. En nu? Ja, je moet gewoon naar beneden blijven lopen. Blijf maar gewoon doorlopen. Komt goed. Ja, verder naar beneden en dan? Ja, dat klopt. En dan ga je zo naar de woonkamer toe. De woonkamer in? Oké, ga ik de deur even openen. Oké, nou, ik moet even die deur open trappen, anders gaat hij niet open. Alright, waar moet ik kijken? Ga even rechts van je kijken, als je doet. In de ladekast? Ja, daar. Oké, dan ga ik er eens even in checken. Ja, daar ben ik nu. Oké, zeg op, waar moet ik kijken, Game Master? Kijk in de ladekast, kijk in de bovenste la, oké? Oké, dus ik moet deze open doen. En moet dan hier... No way, er ligt gewoon letterlijk hier een masker. Oké, deze moet ik er even uithalen, want wat is dit voor iets? Een Game Master masker? Wacht, dat is jouw masker, waarom ligt je masker hier? Dat heb je heel goed gezien. Kijk daaronder, man, wat is dit ook iets? Oké, dan ga ik eens even checken hier. En wat is dit dan? Wat is dit? Dat is een kleedje van mij, in ieder geval gevonden. Ah, dus dit is jouw kledingset? Oké, duidelijk. Ja, dat klopt. Maar je mag het volgende weer gaan doen, Delano. Ja, ik neem de telefoon weer mee naar boven. Oké, ik ben in moeders huis nu, want het is niet mijn eigen huis, dat weet je zelf ook wel. Ja, natuurlijk weet ik dat, Delano. Hé, loop even naar boven toe, want er staat een verrassing op je te wachten, jongen. Een cadeautje. Oké, dat is wel heel fijn. En wat is het cadeautje dan? Want ik heb net 5M tegen haar gespeeld. Is dat met dat? Ja, dat klopt. En misschien wel, misschien ook niet. Oké, nu ben ik benieuwd ook. Ja, open de deur maar, want dan ga je het cadeautje wel vanzelf zien. Ik open de deur. Wat is dit dan voor apparaat? Oké, dit ziet er wel echt heel cool uit. Wat is er voor iets? Dat is namelijk geen Nintendo Switch, maar je moet maar eens even open doen. Ja, ik zet hem aan. Oké, duidelijk. Ik hang even op. Wacht, dit is mijn cadeau. Wat voor apparaatje is dit? Oh my god, oké, dit is wel heel cool. Dit is in ieder geval geen Nintendo Switch. En wacht, dit is met Windows? En oh my god, oké, dit is wel echt heel gaaf. Dit is gewoon een mini-PC. Oh my god, mensen. Moet ik hier nog een keer een video over maken? Laat even achter in de comments. Ik heb in ieder geval een cadeautje gehad van de Game Master. Ik wil de Game Master echt heel erg bedanken voor dit cadeau. Wauw, oké, dit is amazing. Dan wil ik jullie vragen om deze video even met z'n allen, ik zweer het je mensen, even met z'n allen te liken, te abonneren, als ik dat apparaatje die ik daar op bed heb liggen, moet uitpakken. Want ik zweer het je, en no way, ik word weer gebeld. En, oké, mensen, like en abonneer als ik deze telefoon van de Game Master moet opnemen. Ik zie je later terug bij een nieuwe video. Adios.